Ik ben Bert de Breukere, 28 jaar, afkomstig uit Aardenburg in het mooie Zeeuws-Vlaanderen. We hebben hier vier bedrijven. Het eerste is het akkerbouwbedrijf, daarnaast hebben we een pluimveebedrijf en daarnaast hebben we een sorteerbedrijf. En dan hebben we nog een handel in gewasbeschermingsmiddelen. Het akkerbouwbedrijf bevat ongeveer 150 hectare. De hoofdproduct is pootaardappelen. Daarnaast hebben we ook aardig wat uien, consumptieaardappelen, graszaad, suikerbieten, tarwe en bruine bonen. Het pluimveebedrijf heeft 58.000 vleeskuikens. Die worden in 6 weken opgekweekt, waarna ze geslacht worden. Dit zijn onze bofkippen. We proberen deze kippen een zo gezond en gelukkig levend te laten lijnen als mogelijk. Wij denken dat de resultaten dan vanzelf komen. Momenteel hebben wij een proef met het strooisel. Deze ronde hebben wij gestrooid met maispalen. Onze visie is dat de voedsellesies daardoor verder beperkt zullen worden. Daarnaast hebben we ook nog een sorteerbedrijf. Die verwerkt alle producten uit het akkerbouwbedrijf. Die maakt de pootgoed exportklaar. De uien sorteert het en verwerkt het, zodat het ook exportklaar is. En daarnaast sorteren we ook nog producten voor derden. Je kan denken aan pootgoed sorteren en uien sorteren voor derden. Daarnaast ben ik sinds december 2011 actief samen met mijn compagnon Ivo de Wit in de gewasbeschermingsmiddelenhandel. Daar hebben we het bedrijf Zenop BV voor opgericht en stellen wij het product beschikbaar via spuitmiddel.nl. De bedrijven sterken elkaar aan en vullen elkaar aan waar het kan. Daarnaast is mijn mening dat je op vier poten sterker staat dan op één poot. Als er één jaar is, één poot wegvalt, dan heb je er al drie over en blijf je toch nog staan. We zouden graag wat doorgroeien in de akkerbouwtak, met name in de pootgoedsector. Daarnaast hopen wij dit jaar in 2013 onze pluimveetak uit te breiden door middel van een stal bij te bouwen. Het sorteerbedrijf zal door de uitbreiding van de pootgoedtak ook wat verder uitbreiden en wat meer werk krijgen. En de vierde tak, de gewasbeschermingsmiddelhandel, zit nog enorm veel rek in en daar hopen wij op korte termijn ook in uit te breiden. En daarnaast heb ik in 2013 ook nog trouwplannen. Dus een jaar vol activiteiten, denk ik zo. Ja!